Ik ben Rick Pinksteren en ik ben naar hier gekomen om iets te zeggen rond de verklaring. In de eerste plaats omdat ik daar heel veel sympathie voor heb, ook toch een beetje beroepsmisvorming zal ik maar zeggen, de mensen te bekijken, te bestuderen die zich hiervoor willen engageren. Nu, is er iets gebeurd vandaag? Is die verklaring zinvol? Ik denk persoonlijk, ik verkondig dat ook al een hele tijd, dat we zo synthetisch mogelijke analyse moeten proberen te bereiken om in de toekomst minder fouten te maken van het soort waar we vandaag in belanden. Dat betekent zowel het klimaat als de manier om met mensen om te gaan, koloniale houding waar we vanaf moeten, genderonderscheiden die een probleem blijven geven, dit soort van dingen als structurele ongelijkheid, economisch. Dat moet allemaal samen kunnen gedacht worden met als een soort van gevolg, misschien symptoom daarvan, pandemieën waar we nu middenin zitten. Dat zijn geen afzonderlijke feitjes waarover afzonderlijke meningetjes moeten gevormd worden, denk ik, maar één globale analyse van hoe we structureel toch wel in een heel gevaarlijke sloot gesukkeld zijn de voorbije jaren, waar we nu dreigen, de natuur en dus ook de mensheid, echt zeer zwaar mee te schaden. Nu, de verklaring, zoals ze er ligt, raakt tenminste een veelheid van dat soort perspectieven en problemen aan. En dat is dus een heel belangrijk, denk ik, kenmerk daarvan.